Romeinen 5, vers 22. Toen wij over geloof begonnen te leren, toen zijn wij naar de Bijbel gegaan, want dat is de enige plaats dat je geloof leert. Wij leren geloof door woorden die in de Bijbel staan. Het is niet een bijzondere gave. Het hoort bij elke christen. Het is een van de gaven van de Heilige Geest. Dat is de gaven van genezingen. Dus elke christen, elke kind van God, die kan zieken genezen. Het is alleen, we moeten opgeleid worden in onze kerk, in onze gemeente, om dat soort dingen te doen. Dus in onze gemeentes, de gemeentes die wij gesticht hebben in Nederland, dat zijn er een paar nu al, die ontstaan zijn in Drachten, in Zwolle, en zo zijn er verschillende plaatsen waar wij gemeentes hebben gestart. En daar leren wij, daar onderwijzen wij mensen hoe om zieken te genezen. Het hoort bij elk kind van God. Het is jouw en mijn getuigenis. Als je een christen bent, wederom geboren, kind van God, christen, dan kan je een zieke genezen. Het is alleen, je zal dat wel moeten leren. En de gemeenteleiders, de oudsten en de leraren in de gemeente, die zal het u moeten leren. Nou, ik ga vanavond een stukje daarvan onderwijzen. Dus als u nog geen zieke geneest, er zitten hier veel mensen die hebben al zieke genezen. Maar als u nog niet vertrouwd bent met de gewoonte om zieke te genezen, dan zijn er een aantal principes die nuttig zijn om te leren. En één daarvan leren we, die hebben we hieruit gehaald. Dit is een heel belangrijk stuk, omdat het de werking van geloof aan ons leert. Nou, genezing, dat gebeurt in de meeste gevallen, in de meeste plaatsen in de Bijbel waar Jezus Christus een zieke geneest, daar spreekt hij over geloof. En geloof, dat probeer dat geen blokkade of een moeilijk ding te maken. Geloof is een makkelijk ding, want een kind kan geloven, dus voor ons moeten we meestal enorm terugschakelen om zo simpel te denken dat wij kunnen geloven precies zoals Jezus het zei. En hier hebben we nou twee mensen. Hier hebben we dus de Jairus en we hebben de bloedvloeiende vrouw. Helaas kennen we haar naam niet, dus ze heet bloedvloeiende vrouw gewoon. Dat is erg, hè? Dat je zo de eeuwen doorgaat en je heet alleen maar bloedvloeiende vrouw. Maar fijn, het gaat erom wat daar is gebeurd. En dat is het belangrijke ding. Dus in vers 22, ik wil het even voorlezen. Ik vertaal uit een Engelse Bijbel, omdat ik in Zuid-Afrika tot bekering ben gekomen. Daar heb ik Jezus Christus leren kennen. In Port Elizabeth, zuidoostkust van Zuid-Afrika, in een gemeente daar heb ik, toen ik 15 jaar oud was, heb ik Jezus Christus leren kennen. Ik kwam daar mensen tegen die zieken genazen, routinematig genazen zij zieken. Er was altijd wel iemand daar in dat huis die ziek binnenkwam en genezen eruit ging. Dus toen ik christen werd, dacht ik dat alle christenen dat deden. Omdat zij dat zo makkelijk deden. En ik keek er eerst ontzettend sceptisch tegenover. En ik ben jarenlang behoorlijk sceptisch geweest tegenover het genezen van zieken. Ik ontdekte dat zij het deden, maar de rest van de kerk was altijd een beetje moeite mee en daar kwam een hele discussie op gang en zo. Maar uiteindelijk, zij deden dat heel routinematig en ik heb gezien dat God het kon. En ik heb heel lang er tegenaan zitten boksen met het idee van, zou ik dat ook moeten kunnen? Kan ik dat? Nee, ik kan het niet. Nee, ik durf het niet. Dat soort dingen. Tot 11 jaar geleden, toen ik was een voorganger van een gemeente in Dordrecht. En er waren een paar heel ernstig zieke mensen. En ik wist dat God kon genezen omdat ik het gezien had. Als jongen van 15, 16, 17 jaar oud had ik zieken zien genezen. Achter elkaar. Gewoon routinematig. In de naam van Jezus. Leg de handen op. Boom. Genezen. En dat verbaasde me. En dat zat nog in mijn geheugen. Ik denk, waarom kan ik dat nou niet? Dus ik ben dat gaan opzoeken in de Bijbel. En ik heb wat lesmateriaal erop opgezocht. Er zijn mensen die kunnen daar behoorlijk goed over onderwijzen. En wij begonnen met een klein groepje begonnen wij de Bijbel te bestuderen op een nieuwe manier. Als wij hem ernstig zoeken, dan zullen we de beloning krijgen. Hè? Dat staat in Hebreeën 11 vers 6. Daar staat, zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Want zij die tot hem komen, die moeten geloven dat hij is en een beloner is voor degene die hem ernstig zoeken. Hij is een beloner voor diegene die hem ernstig zoeken.
Dus dat ernstig zoeken, dat begonnen we te doen. We begonnen hem ernstig te zoeken in de Bijbel. Nou, je gaat niet naar de lucht kijken, je kijkt naar de Bijbel en je gaat die dingen overkouwen. Je gaat ze mediteren. En dan haal je daar een principe uit en dan ga je handelen en je gaat doen zoals het hier staat. Je gaat groot respect krijgen voor wat hier staat. En je gaat doen, je leest wat er staat, je doet wat er staat en dan krijg je wat er staat. Dat hebben we bewezen. Dat God nog steeds achter zijn woord staat om het te doen. Nou, hier staat dus het verhaal van iemand, een bestuurder van de synagoge. Die heette Jairus. En hij zag Jezus en hij viel aan zijn voeten neer en hij smeekte hem ernstig. Vers 23. Hij smeekte hem ernstig. Hij zei, mijn kleine dochter, die ligt hier op het punt van de dood. Kom, let goed op wat hij zegt hier zo. Kom, leg uw handen op haar en zij zal genezen. En zij zal leven. Hoe wist die Jairus dat? Dat moet hij kennelijk gehoord hebben. Hoe kan deze Jairus die Jezus voor de eerste keer ziet, hoe kan hij deze dingen zeggen? Zou u en ik dat tegen Jezus zeggen? Als wij thuis iemand stervend hadden liggen en wij ontdekten ineens dat Jezus bij ons de stad of het dorp binnenkwam. En Jezus die stapte uit zijn busje of uit zijn limousine of uit zijn Toyota. En wij vallen neer aan zijn voeten en wij zeggen, Jezus, alsjeblieft kom naar mijn huis. Leg handen op mijn dochter en zij zal genezen. Daar heb je dus een heel duidelijke boodschap. Nou, uit deze woorden en in dit stukje komen we dat twee keer tegen. Dat is, hij begint te spreken zoals hij het wil hebben. Hij spreekt het verlangde, de verlangde uitkomst. Dat spreekt hij alvast. Jezus, wie weet of Jezus mee zou gaan, ja of nee. Weet je wel, er waren zoveel dingen nog open. Maar Jairus, die valt neer aan zijn voeten, die smeekt hem eens. Jezus, mijn dochter die ligt op het punt van de dood. Kom, leg handen op haar en zij zal genezen. Niet, misschien zal zij genezen. Baat het niet, dan schaadt het niet. Dat zei hij allemaal niet. Let op de intonatie en de grammatica van wat hij hier zegt. Hij zegt, kom, leg handen op haar en zij zal genezen en niet sterven. Of, en leven. Zij zal genezen en zij zal leven. Dus hij zegt vier dingen. Nou, op dat niveau begonnen we gewoon het woord van God te bestuderen. We begonnen die dingen eruit te halen. Hoe wist deze man het? Die had het kennelijk gehoord. Hij moet onderwijs hebben gehoord. Hij moet getuigenissen hebben gehoord. Hij moet in zijn kring rondgegaan zijn en in zijn kring vrienden of in zijn kennissen. Of hij was misschien in een andere stad of in een andere dorp waar Jezus was geweest. En daar had hij gehoord dat Jezus kwam en hij legde handen op en die mensen genazen en ze stierven niet. Dat moet hij gehoord hebben. Want anders zou hij dat niet van tevoren zeggen. Dus één ding is heel belangrijk bij genezing. Dat is dat daar van tevoren al een stuk geloof zit. Dat u al gehoord hebt dat mensen genezen. Daarom vind ik het belangrijk om getuigenissen op mijn website te zetten. En om getuigenissen in boekjes te zetten. En dat ik dat kan uitdelen. Dat Jan Zijlstra die zet een heleboel getuigenissen in zijn maandblad. En dat is belangrijk dat u weet dat Jezus Christus nog steeds geneest en dat die genezen is. En Jannie Flop is genezen. En zo zijn er in de krant nu een heleboel mensen genezen. Ze staan daar, hun getuigenis staat daar in de krant. Dat ze genezen zijn en dat is belangrijk voor u en voor mij. Om te weten dat daar, weet je wel, die daar, die lang ziek is geweest. Die is genezen door de kracht van God. Vorige week was hier een mevrouw en die had zware astma. En ze moest medicijnen nemen. Elke dag. We hebben handen op haar gelegd en ze stuurde een e-mailtje. En het zijn kennissen van mensen hier in de zaal. Ze zei, ze neemt geen medicijnen meer. En ze heeft lucht, ze heeft helemaal geen last meer van astma. De man die staat er heel sceptisch tegenover. En die zit de hele tijd te kijken of ze niet stiekem toch medicijnen neemt. En ze zei, nee, ik heb ze niet nodig. Niet meer nodig. Ze kan goed ademen. Ze is radicaal genezen door de kracht van God. Nou, God die wil dat, het is de wil van God. Het is duidelijk om te weten dat het de wil van God is om iedereen te genezen. Dat hij u nooit uitsluit. Er gaan een heleboel verhalen rond. En die verhalen die proberen u uit te sluiten of u passief te maken. Als u passief staat tegenover uw ziekte
en tegenover God die u kan genezen, dan is het moeilijk om u in een stand te krijgen om te genezen. We zullen een ijver, een ernstig zoeken van God, hoort bij genezen. Deze man die had ernstig uitgezocht hoe dat zat met die Jezus die kwam. Hij legde handen op en mijn dochter zal genezen en zij zal leven. Hij had dat goed uitgezocht. Dus daarom is het belangrijk om je ideeën te baseren op het woord van God en niet op wat tante Betje heeft gezegd of wat mijn oom of wat mijn tante heeft gezegd. Maar het moet uit de Bijbel komen. Er gaan zoveel wilde verhalen rond, vreemde verhalen. En God gaat doen wat hier in zijn woord staat. En hij gaat niet doen wat tante Betje heeft gezegd. Dus dat is een heel belangrijk verschil. Nou, hij had gesmeekt. Vers 24, en Jezus ging met hem mee en een grote menigte volgde hem. En er was daar een grote groep die om hem heen was. En er was een bepaalde vrouw, die had 12 jaar een bloedvloeiing. 12 jaar lang verloor zij bloed. En zij had vele dingen geleden van vele doktoren. En zij had al haar geld, alles wat zij had, had zij gespandeerd. En zij werd niet beter, nee, het werd erger. Hier heb je een vrouw in een negatieve spiraal. Zij heeft bloedvloeiing, niemand weet wat het is. Ze is naar de beste doktoren geweest, ze heeft er geld gegeven, al de goed. Ze heeft misschien alles verkocht, want er staat, zij had niets meer. Zij had alles uitgegeven wat ze had aan die doktoren. En ze had waarschijnlijk de beste doktoren gehad die er waren. Nou, doktoren zijn bijzondere, waardevolle mensen. Ik heb groot respect voor doktoren. En wat ze kunnen doen, dat is buitengewoon. Daar ben ik heel blij mee. Sommige mensen zeggen, je moet niet naar de dokter gaan. Waarom niet? Het zijn hele goede mensen. Ik ken een aantal doktoren, mensen die dokter zijn. En dat zijn hele goede mensen. En ze willen hetzelfde als God. Ze willen jou gezond hebben. Dus dat vecht niet met elkaar. Medicijnen vecht ook niet met jouw geloof en met God niet. Neem gewoon medicijnen als de dokter zegt dat je medicijnen moet nemen. Als je geen medicijnen meer nodig hebt, stop dan. En als het enge medicijnen zijn, help, vraag de hulp van je dokter om van die medicijnen af te stappen. Want sommige medicijnen kan je niet radicaal mee stoppen. Dan krijg je hele enge verschijnselen in je lichaam. Dus doe dat met begeleiding van de dokter. Maar dat is allemaal geen punt. Wanneer Jezus je aanraakt, genees je. En dan heb je geen medicijnen meer nodig. Dan bouw dat ding lekker af, weg medicijnen. Klaar. Doe geen rare dingen. Nou, wat gebeurde er deze vrouw? Die hoorde dat Jezus zou komen en zij ging achter hem in de menigte en zij raakte zijn kleed aan. Vers 28. En zij, in de Amplified Bijbel staat, vers 28 staat, en zij bleef zeggen. Dus dat Grieks is een beetje verder uitgebouwd in de Engelse Amplified Bijbel. In mijn Bijbel staat, en zij zei, als ik zijn kleed aan kan raken, zal ik gezond worden. In de Amplified Bijbel staat, en zij bleef zeggen, als ik alleen maar zijn kleed aan kan raken, dan zal ik gezond worden. Nou, hier heb je weer hetzelfde geval. Hier heb je dus deze vrouw. Jezus had nog niks gezegd en Jezus had nog niks onderwezen. Hij stapte net uit de boot. Je hebt eerst die Jairus die daar voor hem knielt. Hij is op weg om dat dochtertje handen op te leggen. En ineens komt daar een vrouw van achteren en hij gaat met een hele menigte, want er zijn altijd mensen die willen kijken, die willen dat zien natuurlijk. En in die hele menigte dringt zij door die menigte heen, terwijl ze best zwak was, dus ze heeft daar behoorlijk wat moeten doen. En zij raakte zijn kleding aan. En zij zei, en dat is het belangrijke ding waar ik vanavond nadruk op wil leggen, ik wil daar specifiek op focussen vanavond. Want wat u zegt, wat ik en u zegt, is heel belangrijk. Want wat wij zeggen, dat komt uit ons hart. Uit de overvloed van ons hart spreekt onze mond. Wij kunnen onze mond niet voor de gek houden. Als daar geloof in ons hart zit, dan zal onze mond zal geloof spreken. Als daar ongeloof en twijfel in ons hart zit, dan komt dat ook uit onze mond. Dus we kunnen onze mond niet stoppen. Wat in je hart zit, komt uit je mond. Dus het is belangrijk om eerst je hart te vullen met wat? Met goede verhalen, met goede getuigenissen, met het woord van God. Dus dat zijn wij gaan doen. Mevrouw en ik, wij 11 jaar geleden begonnen we de Bijbel te lezen en op al die plaatsen waar het over genezing ging. Want wij hadden daar iemand met kanker, wij hadden daar iemand
met nierproblemen. Wij hadden iemand met autisme. We hadden een aantal ernstige problemen in ons groepje. En wij wisten dat God kon genezen. We wisten alleen niet hoe we die twee bij elkaar moesten brengen. Zodat we wonderen en tekenen zouden zien. We wisten dat wonderen en tekenen voor vandaag waren. Want ik had dat gezien in Zuid-Afrika. Nou, Zuid-Afrika is niks anders dan Nederland. Want God is overal. En hij is almachtig. En hij is alomtegenwoordig. Dus dat moet het probleem niet geweest zijn. Nou, wij leerden hier dat deze mensen iets hadden wat wij niet hadden. En dat was, ze spraken een andere spraak dan wij spraken. Wij spraken een spraak van ongeloof en van twijfel. Ik weet niet, misschien, ja, baat het niet, ontschaadt het niet, ik weet het niet. Dat soort dingen kwam uit ons mond. En wij ontdekten dat wij geen leven spraken, maar dood spraken. In Spreuken 18 vers 21, daar staat leven en dood, of dood en leven is in de macht van uw tong. En als zij die zich daaraan toegeven, zullen de vrucht daarvan eten. Leven en dood is in de macht van uw tong, niet in Gods tong, maar in uw tong. Dus wij beseften ineens, oh, leven en dood is dus in de macht van mijn tong. Nou, we schrokken in eerste instantie dat we beseften van, oeh, al die dingen die ik zeg, die hebben een sturend effect op mijn toekomst. Een sturend effect op wat er gaat gebeuren. Wat ik spreek is belangrijk. God zegt wat u en ik spreken, dat is zeer belangrijk. Nou, hier hebben we twee mensen, die hebben allebei een groot probleem. Zij hebben allebei een terminaal probleem, kan je bijna wel zeggen. Het was ernstig, in beide gevallen. En hier heb je dus Jezus Christus, die in het midden van het geheel staat. En Jezus Christus, die was op dat moment degene die de gaven van genezing hadden. En deze mensen die wilden die genezing in ontvangst nemen. Nou, hoe handelden zij? Deze Jairus, die sprak. En die sprak van tevoren al precies hoe het zou gaan gebeuren. Nou, dat werkt. Geloof werkt door van tevoren te spreken zoals God zegt dat het moet worden. Je spreekt het verlangde eindresultaat al voordat je het ziet. Dochtertje was nog niet genezen, maar hij zei al, als u komt, u gaat handen op haar leggen, zij zal genezen. Niet, laten we eens kijken wat er gebeurt. Dat zei hij niet. Of, ja, nou, u weet alles, heren. Niet dat soort praat. Vindt u het ook niet een beetje brutaal? Als u het zo gaat bekijken, je komt naar Jezus, die komt zo aan. En dochtertje ligt daar, Jezus, u komt naar mijn huis, u legt handen op haar en zij zal genezen. Nou, dat is de klank van geloof. De klank van geloof is van tevoren spreken zoals het gaat worden. Dat ding wat zoals u zegt dat het gaat worden, dat zal in lijn moeten zijn met de wil van God. Dus wij moesten eerst overtuigd raken dat het de wil van God was, dat iedereen genas, altijd. En daar hebben wij Gods bevestiging in gevonden in zijn woord en in de Bijbel. Zo klaar als een klontje, hij geneest al onze ziekten. Altijd, bij iedereen, nu. Ja, dat is radicale praat. Maar we hebben onszelf eerst overtuigd dat dat de wil van God was. Want je kan niet iets gaan doen en nog twijfelen van, ik weet niet of het de wil van God is. Nou, laten we het dan begin je dingen te proberen. Dan begin je te knutselen en te hobbyen. Nou, zieken genezen, dat moet je niet hobbyen. Dan moet je niet denken van, ja, we proberen het. Ja, baat het niet. Dat is net als een piloot. Een piloot probeert niet te landen. Je landt of je landt niet. Dus deze vrouw die sprak van tevoren en zij zei, voordat ze zelfs Jezus, en zij bleef zeggen, zelfs voordat ze Jezus zijn kleed aanraakte, bloed vloeit, leven komt tot een eind, dokters kunnen me niet helpen, mijn geld is op, 12 jaar, ik weet niet hoeveel jaar ik nog over heb. En zij had ook gehoord dat Jezus Christus zieken kon genezen. Zij had ook gehoord dat wonderen kunnen gebeuren. En zij ging naar Jezus en zij raakte zijn kleed aan en daar staat, onmiddellijk droogde de fontein of de bron van haar bloed op en zij voelde in haar lichaam dat zij genezen was van haar aandoening. En Jezus,
die ontdekte dat kracht uit hem was gegaan. Die draaide om en die zei, wie raakte mijn kleding aan? En de discipelen zeiden, er is een grote menigte die om u heen duwt en trekt. En u zegt, wie raakte mij aan? En hij keek om zich heen en hij zag haar die dit gedaan had. En de vrouw, die was bevreesd en zij beefde. En zij wist wat met haar gebeurd was. En zij kwam en zij viel neer voor hem. En zij vertelde hem de hele waarheid. En Jezus zei tegen haar, en hier heb je weer gouden woorden. Woorden waar we veel van geleerd hebben. Dochter, uw geloof heeft u genezen. Ga in vrede en wees genezen van uw aandoening. Hij zei niet, mijn geloof heeft u genezen. Hij zei, uw geloof heeft u genezen. Nou, wat is dan het teken van haar geloof? Van tevoren zei zij al, ik ga zijn kleed aanraken en ik ga genezen. Dat is de stem van geloof. De stem van geloof kijkt vooruit. Markus 11, vers 14. Daar hebben we nog een geval. En het is goed om meerdere van deze instanties te bekijken. Sommige mensen vinden dit gewoon een interessant filosofisch boek. Dit is een interessant boek. Dit is oud-Joodse wijsheid. Nou, dat is dit niet. Dit zijn de woorden van God die vandaag de dag nog steeds verandering brengen. Bij u en bij mij, wanneer wij ze gaan geloven, dan draait het uw leven drastisch om. Het geeft u leven en overvloed. Het maakt een grote verandering in uw leven wanneer u dit gaat lezen en u begint dit te geloven. Dit zijn levende woorden. Dit zijn niet zomaar woorden die in een boek vanuit de oudheid naar ons toe is. Dit is Gods hart en Gods wil. Wanneer we dit gaan doen, dan zetten we God aan het werk. Want God die gaat dit woord waarmaken in u en mijn leven. Hij doet wonderen nu, vandaag de dag. Hier hebben we nog zo'n geval waar Jezus iets spreekt van tevoren. En na de hand zien we het effect daarvan en Jezus begint dat uit te leggen. Markus, even kijken waar we zitten. Markus 11, vers 12 beginnen we. En op de volgende dag was hij in Bethanië en hij was hongerig en hij zag daar een vijgenboom. En er waren bladeren aan, maar hij zag er geen vijg aan. Want het was nog niet het seizoen van vijgen. En Jezus, zijn antwoord was, laat niemand meer vrucht van u eten. En de discipels hoorden het. En dan springen we even door. Vers 20. En in de ochtend, toen zij daar voorbij kwamen, voorbij die vijgenboom, zagen ze dat die vijgenboom opgedroogd was vanuit de wortelen. En Petrus herinnerde zich en hij zei, Rabbi, kijk, de vijgenboom die u vervloekte is nu verdord. En Jezus antwoordde en hij zei tegen hem, heb Gods soort geloof. Heb het soort geloof wat God heeft. Vers 23, want zekerlijk zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen. We hebben het vanavond over u spreken, over u zeggen, over u en mij zeggen. Willen wij de dingen van God aan de gang zetten en willen wij ons geloof uitstrekken, willen wij in geloof dingen gaan doen, willen wij door geloof de kracht van God in ontvangst nemen die voor jou en mij beschikbaar is, dat heet jouw erfenis in de Bijbel. Dat is dat Gods genade en Gods liefde en Gods kracht beschikbaar is voor jou en mij. En de manier waarop wij die beloning binnenhalen, dat is door geloof. Dus we gaan ernstig zoeken wat in het woord van God staat. En daar staat dat jou en mij spreken heel belangrijk is. Dus wij leren ineens dat ons spreken belangrijk was. Wij begonnen tegen elkaar te zeggen, wij begonnen opnieuw te leren spreken. Dus wij begonnen positief te spreken. Gewoon leven te spreken en zegen te spreken. Wij begonnen goede dingen te zeggen. En we wilden dat uitfilteren en dat kostte ons 3 maanden om ons spreken een beetje te veranderen. Dat viel best tegen. Af en toe zeiden we zinnen en dan stopten we halverwege. Die zin was niet de moeite waard om af te maken. Waarom? Dood en leven is in de macht van mijn tong. Dus als ik dood begin te spreken, dan krijg ik de vrucht van datgeen wat ik spreek. Dus als ik leven spreek en Jairus sprak leven en die bloedvloeiende vrouw sprak leven. En Jezus sprak dood over die boom en die boom die stierf. Hij zegt, heb het geloof van God. Nou, het geloof van God werkt ook zo. Want in Genesis lezen wij,
God sprak. En toen was het er pas. Hij sprak een paar keer. En Jezus zei en hij sprak. En toen was het er. Dus hij sprak dingen uit het onzienlijke naar de zienlijke wereld. Dus God werkt ook zo. En jij en ik, wij hebben die faciliteit in ons. Dat wij dat ook kunnen, omdat wij in Gods evenbeeld, Gods beeld en gelijkenis gemaakt zijn. Wij kunnen dat ook. Of tenminste, kunnen dat ook. Dat werkt al lang al bij u en mij, alleen heb je het niet door. Kijk maar eens naar hele negatieve mensen. Wat die krijgen in hun leven. Die krijgen ellende op ellende op ellende. En dat zijn van die mensen die zeggen, ja, oh, altijd gebeurt het bij mij. Ja, als je zo blijft praten, dan gebeurt het ook altijd bij jou. Nou, hier hebben we dus een paar voorbeelden van mensen die iets spraken. En ze spraken het verlangde eindresultaat. Dat is een hele belangrijke. En Jezus noemt dat Gods soort geloof. Hier heb je dus, hier begint Jezus te zeggen, wie dan ook tegen de berg zal zeggen, verwijder je en werp je in de zee. En hij twijfelt niet in zijn hart, maar hij gelooft die dingen die hij zegt, dat die dingen die hij zegt zal gebeuren, die zal hebben wat hij zegt. Wij zullen hebben wat wij zeggen. Dus geloof, ik hoop dat je vanavond, als je iets nieuws geleerd hebt vanavond, ik hoop dat het dit is. Dat u geleerd hebt dat geloof werkt door wat u zegt. Uw geloof en uw leven en uw toekomst wordt bepaald door de dingen die u spreekt. De dingen die u zegt, die hebben een grote invloed. Nou, hier hebben we dus genezingen. Jairus' verhaal, dat ging door. Omdat die bloedvloeiende vrouw hem zo ophield, stierf dat meisje. En er kwam iemand aanrennen die zei, hou de meester maar niet langer bezig, want dat meisje is overleden. En Jezus luisterde niet naar die man. En hij zei, vrees niet, geloof alleen. Ze gingen naar dat huis. Hij vroeg al die mensen die in dat huis waren om uit die kamer te gaan. En hij ging alleen maar binnen. Naar binnen met een paar mensen. Zijn vertrouwde discipelen, dat waren er eigenlijk maar drie. Waar hij mee naar binnen ging. En hij pakte Talita bij haar handje. En die lag daar levenloos. Die was gestorven, die was dood. En hij pakte haar bij de handje en hij zei, Talita Kumi, dat is niet vertaald, maar dat wil zeggen, zoals het daar vertaald staat, sta op, Talita, sta op. En Talita staat op, uit de doden, boven natuurlijk wonder. Maar wat speelde allemaal mee in dat wonder? Als wij de principe van geloof leren en wij zien hoe dat werkt, dat spreken van Jairus had er mee te maken. Dat niet reageren op die angst van, oh, ze is overleden, valt de meester niet meer lastig. Jairus had iets kunnen zeggen waardoor het allemaal zou blokkeren. Maar dat heeft hij niet gedaan, want Jezus waarschuwde hem. Hij zei, vrees niet, geloof alleen. En ze gingen daar naartoe en Jezus sprak, pakte haar hand en zei, sta op. En hij hoefde niet te zeggen in Jezus' naam, want hij was Jezus. Oké, en wij hebben de autoriteit gekregen om dan te zeggen in Jezus' naam. In plaats van Jezus. Met de autoriteit die Jezus aan ons heeft gedelegeerd. Dus als kind van God, als christen, is aan jou autoriteit gedelegeerd door de naam van Jezus. Dus als wij zieken genezen, dan gebruiken we die naam van Jezus, want dat is de basis van onze autoriteit. Wanneer wij zieken genezen, dan genezen wij zieken omdat het Jezus wil is, omdat het Gods wil is. In die afgelopen keren heeft u kunnen leren dat in Jesaja, daar staat dat hij al onze ziekte en onze kwalen op hem heeft genomen. Jezus heeft dat gedaan. En dat wij door zijn striemen genezen zijn. Dat is de basis waardoor wij kunnen genezen. Als dat er niet stond, dan was er geen basis om zieken te genezen. Maar omdat we weten dat het de wil van God is om zieken te genezen, daarom kunnen we meestromen met de wil van God om zieken te genezen. En zullen we wonderen zien. En daarom kan er in Jacobus kan die tekst staan. Ik ga nu voor zieken bidden. In Jacobus. Vijf vers 14. Is er iemand ziek?
Is er iemand ziek? Laat hem de oudste van de gemeente roepen. En laten zij voor hem bidden, hem zalven met olie. In de naam van de Heer. En het geloof en het gebed van wat? Het gebed van geloof. Zal de zieken genezen. En de Heer zal hem opwekken, opdoen staan. Daar hebben we een nieuwtestamentische basis voor genezing en een procedure die daar staat. In mijn Bijbel staat dat dit boek geschreven is tussen de 48 en 62 jaar na de geboorte van Christus. Dus dat is lang na Christus geschreven. Het was de procedure van elke kerk om het op die manier te doen. En dat is het nu vandaag de dag nog. Want we hebben nog steeds oudsten of ouderlingen. Het ligt maar aan hoe je ze noemt. Sommigen noemen ze bisschoppen. Maar dat is allemaal vanaf hetzelfde woord. Oudsten. Je roept de oudsten of de ouderling of de bisschop. En je roept ze en je zegt, hier in de Bijbel staat, is er iemand ziek? Nou, stel dat u ziek bent. Laat de ouders van de gemeente dan komen. Laat ze over hem bidden. Hem zalven met olie in de naam van de Heer. En het gebed van geloof bidden. En de zieke zal opstaan. Weer die toon. Hoor je die toon? Hoor je de grammatica? Hoor je de stijl van praten? Wij hebben zo'n bescheiden. Nou, we zullen zien wat er kan gebeuren. We weten het nooit. Maar wie weet? Nou, die toon hoor ik niet bij Jairus. Die toon hoor ik niet bij die bloedvloeiende vrouw. Die toon die hoor ik niet bij Jezus. En die toon die hoor ik niet hier bij Jacobus. Daar staat zal genezen. Zal genezen. Daar is geen twijfel. Dus als die grammatica hier gebruikt wordt, hoor eens. Ik zal mij aan moeten passen aan dit. Aan het woord van God. Als ik ga doen wat dit woord zegt, dan krijg ik wat hier staat. Dus ik moest mijzelf daar veranderen. En ik was zelf zeer teruggetrokken en bescheiden. Dat zou je bijna niet zeggen. Het was wel zo. Dus ik moest mijn toon veranderen. Mijn houding. Dus als je zieken wil genezen, dan spreek je tegen die zieken dat die ziekte moet gaan. Net zoals Jezus dat deed. En ze zullen genezen. Dat is wat God zegt. Dus mijn oproep is weer. Is er iemand ziek onder u? Kom dan naar voren. Ik ga handen op u leggen. En we gaan weer wonderen zien. Ik heb zelfs olie meegenomen.